bij het Kika Festival in Wozend. We zitten aan tafel met Mike McCoy. En wie is Mike McCoy? Wie is Mike McCoy? Mike McCoy is huishouder. Ook nog. Ja. Op jonge leeftijd met de country begonnen. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen op zo'n jonge leeftijd? Ik deed aan line dancing. Mm-hmm. Country muziek. Ja. En, heel erg saai en rockmuziek. Ik vond er echt niks aan. Ja, ik word mee opgegroeid. Muziekbandje. Nou ja, je bent solo bezig. Ja. Maar intussen ben je op de band gekomen. Smokey McCoy. Was die band er al of hebben jullie die samen gevormd? Jullie maken meepraten jongens, hè? Ja, maar ja, dat is wel goed. Nee, de band bestond niet. Bestond niet. Die, Zij speelden samen. Wij hebben wel wat samen in de band gespeeld. Dat is Frank Branders en Mike Plaus. Okay. Country rock is het streven. Ja. En welke nummers moet ik dan zo denken? Ja, dat was eigenlijk mijn idee. Er zijn nummers die we nog niet gespeeld hebben. We zijn eigenlijk een beetje jong voor de klassieke country. En steviger wilde eigenlijk. Ja, om dus ik ga rocken. Ja. Keuze te doen. Dus met de bal, geweldig. Ja, Paul zit zo te kijken van... Ik kan niet zeggen. Het is gewoon genot om jou te horen. Ja, het is de eerste keer dat ik... Is het de eerste keer dat je niet mee hebt meegeoefend? Hij wil gewoon in. Meegeoefend? Nee, helemaal niks. Dat knap, toch? Ja, knap. Wat is het doel van die groep? Waar wil je naartoe werken? Mensen plezieren. Ja. Mensen plezieren in de country, waar toch wel in deze tijd Barton en Bobby Bear is. Dan, wat hebben we er zit tussen... Ja, dat klopt. AZ. Dat begrijpen we even. Dus je wilt echt een heel ander repertoire spelen dan andere bands. Maar gewoon rekening met de line dancers. Wel rekening met de line dancers. Dat is toch wel uitgestreven. Er zit dus wel slow nummers in. Niet eigenlijk het geëikte wat om. Dus welke artiesten inspireren jullie dan? Ja, dat is heel groot hoor, dat concept. Ik ben opgegroeid met Poco, Buckle, Springfield. Waar toen hij nog niet geboren was, daar daar ben ik dus mee opgegroeid. Bedankt. En die muziek, die is vergeten. Mm. Men vergeet eigenlijk al, waar zijn de Eagles vandaan gekomen? Mm. Waar zijn Pure Prairie League vandaan gekomen met Vince Gill erin? Mm. Rock'n'roll is niet alleen maar AC/DC, maar het is een... Nou, AC/DC gaat toch wel wat harder, hè? Dat is hard, nou, dat is hard, nog even een zijstraat, hè? Dus, ja. Had je al aan een CD te denken? Nee, helemaal niet. Als iemand aanbiedt, dan zeg ik, ja, oké. Maar het is niet zo dat we onze centen erin gaan pompen voor... Wij zijn wat ouder, dus dat jij Mike... Kijk, daarom zit ik ook alleen aan tafel, hè. Dus aan ons hoeft het niet meer. Wij zijn eigenlijk voor om mensen te entertainen en gewoon de muziek te brengen die even vergeten. Speel jij ook zelf een instrument? Nee, ik deed wel eens wat aan gitaar spelen, maar nee, dat draait me van opzij. Ik hou er niet meer vol, dus... Hou je niet meer op? Nee, ik krijg last van kramp in mijn vingers. Oh, dan moet je toch mooi op. Een uitdaging van mij, want solo, dan mis je de begeleiding bij een solo. En nu wel of dan in een akkoord of zo. En hoe lang bestaat Ben nou? Een jaar. Maar ja, wij zijn twee oud-gedienden uit. Wij hebben bij No Fences gespeeld vroeger. Daar hebben we wel een cd van uitgebracht. Oh, eigenlijk is dit is lijkt wel een family reunion, want René van Ooyen was onze zanger. Mm. Dat was een andere Amarillo. Heb jij de... Ja. Dus dat was een Amarillo, kwam Nano Fences. Je ziet ze toch weer terug, die mensen. Vond dat toch weer vaart buiten de boot. Ja, maar goed dat iemand later geboren moet worden. Nou goed, is er nog iets wat jullie de fans willen zeggen? Maar ik kom kijken, ga uit het dak. Dat is het enige wat ik kan vertellen. Ja? Die boodschap wil je even toch meenemen. Dat is het enige wat ik wil Maak plezier. Ja. Dat is het not van de muziek, hè? Ja. Ik ben blij toch nog dat er wat country leeft in. Jawel, het leeft al. Het leeft ooit meer dan mensen zeggen. Ze zeggen, het gaat heel slecht. Maar als je dat gaat zeggen, dan maak je het zelf slecht. Ja. Je moet er gewoon maar de groep mag wat groter worden, vind ik. De groep mag wat groter worden. Jawel. Het is, de tv-country is, die line dances.
Nee. Ja, maar het is tegenwoordig, als je het woord country zegt, dan klinkt het als balk. Maar als je over bluegrass gaat praten, dan willen de mensen... Ja, want ik zie heel veel activiteiten in de bluegrass in Nederland. Oké. Okay. En dan zie je de mensen, dan accepteren ze het wel. Ja. Maar als je het zegt woord country, dan lijkt er ooit een gat ervan. Ja. Maar we hopen dat mensen toch een keer bijdragen. Ja, nou, ik dank jullie voor het gesprek. Dat is wat tijd. Bal, ja. Als je niet langer was. Ja, hartelijk dank. Bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Dit interview werd afgenomen door Hans Boelens, hoofdredacteur Stichting Bullet Country Online.